achter. Nog twee. Nog één. En de laatste. En rust. Hartstikke goed. Zo, als het goed is zijn we een beetje warm geworden. We gaan door naar de volgende oefening. En die is voor onze onderbenen. En het is misschien wel handig als we ons ergens aan vasthouden. Ik gebruik mijn stoel om aan vast te houden. Maar als u op het balkonnetje staat, kunt u ook de reling van uw balkon gebruiken om aan vast te houden. Wat we gaan doen is, we gaan op onze tenen staan. En we gaan proberen om dat om en om te doen. Dus ik ga eerst op één been op mijn tenen staan. En weer rustig terug. Dan wissel ik van voet. En dan ga ik op mijn andere voet op één op mijn tenen staan. En weer terug laten zakken. Dus ik wissel elke keer af. Op één teen, op één voet moet ik zeggen, vijf tenen. Juist. Als op één been te lastig is, dan mag u er ook voor kiezen om met twee benen tegelijk. Dus de optie om het makkelijker te maken is met twee benen tegelijk. Zorg ervoor dat u zich goed vasthoudt. Wilt u het moeilijker maken, gaat u op één been. Komt even gezellig een auto achterlangs. Juist. Dus op één been mag. Als u dat te lastig vindt, doet u hem gewoon op twee benen. Geen enkel probleem. Deze oefening gaat u voelen in uw onderbenen, in de kuiten. De kuiten zijn heel erg belangrijk voor het aansturen van uw voeten. We doen er nog vier. Drie. Twee. En de laatste. En rust. Zo, dan mag u uw benen even losschudden. Even laten ontspannen. En dan gaan we meteen weer verder. We gaan naar voren schoppen. Dus als u nu recht voor de, voor uw reling staat, dan kan het zijn dat de reling in de weg zit. Dus we gaan met rechts en links voor ons uitschoppen. Als nu de reling voor u, of de stoel voor u, in de weg zit, draait u dan een kwartslag. Dan weet u zeker dat u de reling niet raakt. Heel goed. Dus we schoppen voor ons uit. Goed rekening houden dat we niks raken. En u mag proberen om zo hoog als u kunt te schoppen. En dat is natuurlijk voor iedereen anders. Niet iedereen komt even hoog. Zolang u maar doet wat u kunt. Netjes. In plaats van voorwaarts gaan we nu achterwaarts. Dat doen we als volgt. We staan mooi rechtop. We brengen een gestrekt been naar achteren en daarna de andere. Gestrekt been naar achteren. En we proberen om niet met ons bovenlichaam mee naar voren te kantelen, maar ons bovenlichaam blijft rechtop. Dus het been gaat recht naar achteren. Gestrekt been. Heel goed. Keurig mooi rechtop blijven staan. En we gaan weer voorwaarts. Zo hoog als u kunt. Als u heel lenig bent, kunt u misschien wat hoger. Als u wat minder lenig bent, kunt u niet zo hoog. Ik ben helaas niet zo lenig. Maar we doen wat we kunnen, hè. En achterwaarts. Dus we gaan met de gestrekt been naar achteren. Mooi rechtop blijven staan, niet met uw bovenlichaam mee naar voren kantelen. Nog 4, 3, 2, 1 en rust. Even ontspannen, mogen de benen weer even losschudden. We hebben flink wat met onze benen gedaan, dus we gaan verder met onze armen. En we gaan een partijtje boksen. Als u nu uw balans nodig hebt, zorg er dan voor dat u altijd één hand aan de reling of aan uw stoel hebt. We gaan beginnen. Ik zal hem eerst even voordoen. We beginnen dadelijk met twee keer een rechtse directe. Dus we maken twee vuisten en we gaan met rechts naar voren en weer terug. Weer naar voren en weer terug. Dus tweemaal een rechtse directe. Daarna maken we met links een hoek. Dus met de gehoekte elleboog vanaf de zijkant voor uw hoofd langs. Dus rechts vooruit en een linkse hoek. Dus rechts, rechts en een linkse hoek. Uitstekend. Nog een paar keer oefenen. Dus rechts, rechts en een linkse hoek.
Nog een keertje oefenen. Rechts, rechts en een linkse hoek. Oké, ik zie dat we hem door hebben. En nu is het de bedoeling dat we er flink wat vaart aan gaan geven. We gooien er wat venijn in. Dus we gaan echt eventjes flink kracht geven. Daar gaat hij. Dus rechts, rechts en een linkse hoek. Rechts, rechts, linkse hoek. Er mag echt wel wat kracht in. Alsof je iemand een poffert op de neus geeft. Dat doen we natuurlijk niet echt, hè? Juist, dus rechts vooruit en een linkse hoek. Twee keer rechts en een linkse hoek. Mooi hoor. Ja, heel goed. Ik kom niet bij jullie in de buurt. Nog twee keer. En de laatste, rechts, rechts, linkse hoek en rust. Even ontspannen. Ja, dit gaan we voelen in onze armen, bovenarmen, schouders. We gaan een andere variant doen. Dus we blijven nog even boksen. We gaan dadelijk starten met twee keer een linkse directe. Dus links vooruit, weer terug, wederom links vooruit en weer terug. En we maken hem af met de rechtse opstoot. Dus rechts van onder naar boven. Dus links vooruit en een rechtse opstoot. Nog een keer oefenen. Links, links en een rechtse opstoot. Mooi hoor. Nog één keer oefenen dan. Links, links en een rechtse opstoot. Oké, ik zie dat we hem door hebben. Ook nu gaan we weer wat kracht en snelheid toevoegen. Komt ie aan. Dus links, links en een rechtse opstoot. Links, links, rechtse opstoot. En gooi er maar wat venijn in. Mag best wel krachtig zijn. Links, links, rechtse opstoot. Links, links. Heel goed. Hou vol, hè. We zijn er bijna. Links, links en een rechtse opstoot. We doen er nog twee. En de laatste. En rust. Ontspan. Heel goed. Nou, er zat nog flink wat venijn in. Dat heb ik wel gezien. We gaan meteen door. Alleen nu juist voor onze onderarmen. En we gaan onze knijpkracht trainen. Dat doen we als volgt. We pakken een denkbeeldig motorstuur vast. Dus met twee handen. En dan gaan we gas geven op de motor. Dus we kantelen onze polsen naar boven. En naar beneden. Dus alleen uw handen maken de beweging. Niet uw hele onderarm. Het zijn alleen de polsen die bewegen. En u zult vanzelf merken dat u niet meer verder kunt op een gegeven moment. En juist daar kost het best wel wat moeite. Daar even doorduwen. We doen er nog vier. En de laatste. En rust. Als het goed is voelen we dit in onze onderarmen. We gaan onze armen even met rust laten. We gaan ze eventjes laten ontspannen. Even lekker laten trillen die armen. Allebei tegelijk. Even draaien met onze polsen. Ook de andere kant op. En even piano spelen. Laat de vingers maar even bewegen. En rust. Hartstikke goed. Dan gaan we een oefening voor onze rug doen en de zijkant van de romp. Wat we gaan doen, we gaan staan. We gaan in een stevige stand staan. Dat we mooi stevig staan. We plaatsen onze handen gekruist voor op ons borst. En het is belangrijk dat we onze voeten op precies dezelfde plek laten staan als waar ze nu staan. Dan gaan we om onze lengteas draaien. Alsof er een stokje van boven naar beneden door uw hoofd zit. Alsof. En daar draaien we omheen. En u ziet mijn voeten blijven staan en mijn bovenlichaam draait. En u zult merken dat als u met uw bovenlichaam helemaal naar de zijkant draait, dat u vanzelf merkt dat u niet meer verder kunt. Die uiteindes gaan we opzoeken. Dus zo ver mogelijk rechtsom en zo ver mogelijk linksom. Als u nu last hebt van duizeligheid, draai dan niet met uw hoofd mee, maar dan blijft u gewoon voor u uitkijken.
Heel goed. En we gaan wat versnellen. Dat doen we als volgt. We gaan snel naar rechts en we brengen rust in het midden. Snel naar links, rust in het midden. Dus we versnellen en we hebben rust. We versnellen en we hebben rust. Heel goed. Nog vier. En de laatste. En rust. Zo, als het goed is voelen we dit achter op onze rug. Daar zit de draaiing. Die spieren hebben we flink aan het werk gezet. We gaan naar de stoel. Dus iedereen mag plaatsnemen in de stoel. En we starten helemaal achter in de stoel. Dus met de billen en de rug tegen de rugleuning aan. En wacht even tot iedereen in de juiste positie zit. Achter in de stoel, billen en rug tegen de rugleuning aan. Dan plaatsen we allebei de handen op de armleuning. Dus u pakt de armleuning stevig vast. Als u geen armleuning heeft, pak dan de zitting van de stoel vast. Maar zorg dat u uzelf kunt vasthouden. Ik heb een microfoon vast, dus ik heb hem maar met één hand vast. Maar in principe met twee handen. En dan gaan we proberen om met allebei de knieën tegelijkertijd omhoog te komen. En de voeten ook weer zachtjes te laten landen. Dus we komen omhoog en we laten de voeten ook weer zachtjes landen. Best een pittige oefening. Probeer ten alle tijde om uw rug tegen de rugleuning te houden. Dus ook bij het terugzetten van de voeten. Kom dan niet mee naar voren, maar hou de rug achter in de stoel. Dit gaat u voelen op de bovenkant van uw bovenbenen en de onderkant van uw buikspieren. Kijk, als u maar een millimeter van de grond komt, dan is dat ook al goed. Zolang u maar doet wat u kunt. Allebei de knieën tegelijkertijd omhoog. En denk aan die zachte landing. De buikspieren zijn heel erg belangrijk voor uw balans. Sterke buikspieren zorgen ervoor dat u minder kans op vallen heeft. We doen er nog 3. 2. En de laatste. En rust. Hartstikke goed. We blijven nog even in de stoel. We blijven ook helemaal achter in de stoel. Dus ook onze billen en rug tegen de rugleuning aan. En we laten nu beide armen aan de buitenkant van de armleuning hangen. Dus allebei de armen aan de buitenkant van de armleuning. En dan gaan we met onze linkerhand reiken zijwaarts richting de grond. Dus we maken een zijwaartse buiging. Daarna komt u weer overeind. En dan gaat u met uw andere hand richting de grond. Dus het is rechtsom en linksom. Heel belangrijk is dat u uw rug achter tegen de rugleuning houdt. Dan weet ik zeker dat u zijwaarts gaat en niet een beetje vooruit. Blijf mooi voor u uitkijken, hoeft niet naar beneden te kijken. Draagt allemaal bij aan een mooie rechte rug. Het kan zomaar zijn dat u niet bij de grond komt op deze manier. Dat is niet erg. Grond raken is niet het doel op zich. Het gaat om die zijwaartse beweging van uw bovenlichaam. Blijf mooi voor u uitkijken, hoeft niet uw handen te volgen. We gaan het tempo verhogen. Jullie mogen mijn tempo aan gaan houden. Dus we gaan links, rechts. Links, rechts. Probeer maar bij te houden. En rechts. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Hartstikke goed. Als u merkt dat u een klein beetje duizelig bent geworden, pas dan op dat u niet te snel opstaat, dat we rustig weer in de benen komen. De volgende oefening is wel weer staand, dus we komen rustig overeind. En dan gaan we op naar de laatste oefening. En de laatste oefening is een serie van oefeningen. Een serie van oefeningen voor ons uithoudingsvermogen. Dus we gaan even een korte periode flink aan de bak. We maken onszelf eens even flink moe. En dan kunnen we daarna uitrusten. Ik beloof u, dit is de laatste oefening, dus we kunnen hierna lekker uitrusten. We gaan meteen beginnen. We gaan zijwaarts aantikken, dus rechts en links. We tikken de grond aan, om en om.
En omdat het een oefening is voor ons uithoudingsvermogen, ligt het tempo hoger dan normaal. Dus we hebben er flink te pas in. Belangrijk tijdens deze oefeningen is dat u rustig door blijft ademen. Het helpt als u uw mond op een kiertje zet. Dan gaat de ademhaling vanzelf. Dus niet de lippen stijf op elkaar, gewoon een klein kiertje maken. En dan gaat het waarschijnlijk vanzelf. En we hebben de vaart erin, hè? We gaan achterwaarts de grond aantikken. Ook weer met de punt van onze schoen. Hou de vaart erin. En we brengen nu de hak naar de bil. Dus we gaan met rechts en links om en om met de hak richting de bil. Belangrijk is recht bovenlichaam. En we hebben flink de vaart erin. Als u uw balans nodig hebt, zorg dat u met twee handen kunt vasthouden. Geen enkel probleem. Maar hou de vaart erin. En het is de bedoeling dat we tijdens deze oefening niet stoppen. Dus we blijven doorgaan en we doen wat we kunnen. Kunt u het bijna niet volhouden, dan gaat u juist wat langzamer. Maar we stoppen niet. We gaan de knieën heffen. Dus in plaats van de hak omhoog, komt nu de knie omhoog. Juist. Tempo gaat wat omhoog. We zijn namelijk aan onze conditie aan het werken. Heel goed. Kom op, dames en heren. Dit is de laatste serie oefeningen. Even volhouden nog. Hierna kunt u lekker uitrusten. Genieten van het mooie weer. En we gaan weer voorwaarts de grond aantikken. Dat doen we met de hak. Juist. Als u met de hak op de grond tikt, trekt u uw tenen op. Heel goed, flink de vaart erin. Wilt u het moeilijker maken, zet uw hak gewoon wat verder weg. En gaat u net wat sneller, dan wordt u ook wat moeilijker. Denk aan uw ademhaling, rustig door blijven ademen. Terug naar knieën heffen. Flinke pas, niet te langzaam. Het is de bedoeling dat u moe wordt. Waarschijnlijk merkt u er nu al iets van. Nou en of, ja. Heel goed. En we gaan achterwaarts de grond aantikken met de punt van onze schoen. Denk aan uw bovenlichaam mooi rechtop. Niet mee naar voren kantelen. Hou de vaart erin. Brengen de hak naar de bil nu. Hak omhoog naar de bil. We zijn er bijna, dames en heren. Terug naar een gewone stap. Alleen tempo gaat omhoog. Tempo gaat flink omhoog. Dit is het laatste gedeelte. We zijn er bijna. Even volhouden nog. Zijn we klaar voor de sprint? Ja, zijn we er klaar voor? Daar gaan we. We gaan zo snel als we kunnen. Kom aan. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Ontspan. Waarschijnlijk merkt u, de ademhaling gaat snel. Uw hartslag is verhoogd. U heeft het misschien ook wat warmer gekregen. Dat hoort allemaal bij de oefening. Dat is helemaal niet vreemd. We gaan eerst even onze ademhaling tot rust brengen. Dat doen we door heel diep door onze neus in te ademen. Dus diep door de neus in. Houden we onze adem een seconde vast. En daarna ademen we door onze mond weer uit. En dat gaan we herhalen. Dus diep door de neus in. En door de mond weer uit. Diepe ademhaling. Nog 2 keer diepe ademhaling. En de laatste keer. Zo, dames en heren. Dan zit het er weer op. En dan hebben we in 21 minuten tijd hebben we onze benen, onze armen, onze buik, onze rug en ons uithoudingsvermogen weer flink getraind. Dus we kunnen er weer even tegenaan. Bedankt voor het meedoen en tot de volgende keer.